Nu de trip er bijna op zit, neemt ook bij Nienke de spanning toe. Ik merk echt dat mijn emoties en gevoel echt alle kanten op gaan vandaag. Ja. Al in dit korte begin. En waar komt het dan door? Ik wil me niet opgejaagd voelen, zeg maar. Nee. Weet je wel? Dus nee, dat moet daarom je ook, wil ik heel erg bij mezelf ook gewoon kunnen blijven. Dat moet je ook niet hebben, nee. Dus het is zoveel bij elkaar in één keer dat ik met jou ben. En ja. Ik weet het dan gewoon even niet meer. Kut, sorry, ik voel dat ik nu ook moet huilen. Het is echt heel irritant. Geef toch niet. Ik vind het moeilijk ook zelf dat ik gewoon niet, zeg maar, nog hetzelfde gevoel heb als wat Jan heeft. En ik hoop gewoon dat ik maar wel ook mezelf de tijd ervoor gun dat het nog wel komt, zeg maar. En aan de andere kant denk ik ook, het is ook oké als dat niet gebeurt, maar dan vind ik het gewoon voor hem zo kut, zeg maar. Kijk, het is ook gewoon dat ik het heel, heel graag wil dat dit, zeg maar, lukt tussen ons, weet je wel. Dat ik het... Ik probeer het wel ook los te laten, maar... Ja. Ja. Het is gewoon best wel heftig of zo. Omdat ons gevoel, zeg maar, niet helemaal gelijk nog loopt, weet je wel. Nee. Denk je dat mijn gevoel... Ik denk dat jouw gevoel sterker is, ja. Ja. Misschien omdat ik het gewoon moeilijk vind om me daar helemaal aan over te geven. Ook, mm-hmm. Maar... Ja. Ik vind Jan gewoon zo'n leuke man. Het is gewoon... Ik gun het mezelf en ook hem, zeg maar, dat wij dit samen kunnen maken, zeg maar. Maar ja, je hebt geen controle over je gevoel, dus... Ik wil dat ook wel een soort van loslaten. Maar ja, ik kan natuurlijk niet zeggen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Voel ik misschien te veel dan of zo? Denk je? Nee, je voelt niet te veel. Maar bij mij gaat het niet net zo snel als bij jou. Dat is toch niet... Ik bedoel, als je verliefd wordt, word je verliefd. En dan gebeurt dat en daar heb je geen invloed op. Maar misschien is er... Ik heb daar gewoon meer tijd voor nodig, denk ik, om me daar dus voor open te stellen. Ja. Ja. Ik merk er wel een lichte teleurstelling of zo. Dat is... Bij mij? Ja. Of nou teleurstelling, ja, maar wel dat je... Een beetje... Even zoeken, oké, hoe zit het nu dan? Want, Berusting. Gewoon even kijken bij mezelf inderdaad. Ja. Ja, misschien komt het ook wel door wat je zegt, ja, dat het gewoon bij mij het gevoel veel verder is dan. Ja. Ja. Tuurlijk is het dan, fijner als het allebei zo is, ja. Maar ja, dat is het, ja. Dat, ja, maar dat kan je, dat kan dat is een verwachting natuurlijk dan. Ja. Het is heel moeilijk toch, ja, wat voor de een, om er een naapje aan te geven of zo, denk ik. Wat voor de een verliefdheid is of hoe het voor de ander is of zo. En ik wil het gewoon ook allemaal graag kwijt zijn, weet je. Dus ik zeg dat ook gewoon, ja. En dat zij zich misschien daar ook wel opgejaagd voelt of zo. Wil ik gewoon even nu van elkaar genieten of zo, hè? En dat we hier nog zijn. We hebben wel even een vakantie hebben samen. Ja, zeker. Komt zoals het komt. Ja. Ja. Lekker even snotneuzen. Ja. Ja.